Dat is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Oh, een bericht komt eraan. Een heel belangrijk bericht. Communicatie. En het leidt je verder op jouw pad. Het is de bedoeling dat je verder gaat. Dat je hebt een bepaald doel. Hè? Je gaat naar een bepaald doel toe. En dat is hier. Dat is die mooie stabiele boom. Hè? Dus dat huis. Dat thuis eigenlijk. Hè? En het is tijd dat je daar aankomt. Volg de leider. Dus zet zelf je stappen. En ga op weg naar jouw thuis. Je wordt erheen gestuurd. Eigenlijk geleid als het ware. Met hele kleine boodschapjes eigenlijk. Dus je krijgt boodschappen vanuit het universum. Ik zie de kleur rood, zie ik. En het is bijna alsof kleine kaboutertjes dingen aan het doen zijn. Kijk, de toren. Dus het universum is bezig. En ja, dat kan inderdaad voelen alsof de kaboutertjes het hebben gedaan. Hè? Wat je zegt tegen je kinderen of zo. Of als er iets kwijt is. Of je vindt iets op een andere plek. Of je ziet iets geks. Dat je zegt van nou, dat hebben de kabouters gedaan. Maar dan is het eigenlijk dus het universum wat dingen aan het regelen is voor jou. Kan zeker gaan om een verhuizing. Die kaartencombinatie die we hier hebben liggen. De toren, staaf 8. Daar volgt de leider. Ik heb hier de duivel neergelegd. Maar die laten we nog heel even daar liggen. Gaan even kijken wat er omheen komt te liggen. Waar dat precies naartoe gaat. Haas van Kelken heb ik hier. En de bekers 9. Dus dat is eigenlijk een hele mooie energie. Dus jouw wensvervulling. En met de maan. Dus het zijn je eigen gevoelens, je eigen emoties die je af en toe parten kunnen spelen. En je kunt je van alles in je hoofd halen. En dat is meestal eigenlijk hoe je kan merken dat je of de goede kant op gaat of juist de verkeerde kant op gaat. Als je je niet goed voelt en dingen voelen niet goed aan, dan weet je eigenlijk al van nou, dit is niet helemaal de juiste kant. Als je je goed voelt en alles gaat je makkelijk af en je weet gewoon van nou, dit is het, ja, dan ga je de goede kant op. Dus ik zie hier de liefde op jouw pad komen. Dus voor sommigen van jullie zal het betekenen dat je bijvoorbeeld gaat samenwonen. Dat je die volgende stap zet in die relatie. Hè? Voor anderen, kijk, we hebben die aas van kelken. Dus het zou kunnen dat je zeg maar door die verandering in je leven die er aankomt. Dat je daardoor de dingen een beetje in gang gezet worden. Hè? Ja, dus het heeft een langere tijd stilgestaan eigenlijk met de gehangene koning van kelken. Zeker in de liefde, maar ook op andere vlakken heeft het een beetje stilgestaan. En nu is dus die tijd aangekomen dat de dingen gaan veranderen. Ik zie een hele mooie, diepe liefde met ja, jouw speciale persoon. Het is een hele diepe liefde en het is houden van. En hier zien we een keuze eigenlijk die gemaakt wordt. En dat heeft te maken met die duivel die hier ligt. Hè? Wat ik net al zei, je kan aan je gevoel kan je eigenlijk merken van nou, dit is goed of dit is niet goed. Als je nou voelt dat je heel erg heel erg obsessief bezig bent. En heel veel van die repeterende gedachten hebt. Dan is het belangrijk om daar dus iets mee te doen. Hè? Dus om heel bewust te gaan ontspannen. Tot rust te komen. En vanuit je rust te kiezen. En niet vanuit die staat van paniek en stress. Dan maak je geen goede keuzes.
Dus dat even tussendoor. Kijk, stabiliteit hebben we hier. Een hele mooie relatie die van start gaat. Een hele mooie, stabiele relatie. Dit is voor de lange termijn. Dus een hele mooie connectie en ja, een huwelijk eigenlijk. Hè? Kijk, hier ligt dat huwelijk. Die trouwerij. Het huwelijk sluiten. Die wens die gaat in vervulling. En wat ik net al zei, het heeft een langere tijd stilgestaan. Maar nu komt het toch echt eindelijk in beweging. Heel snel. Hele snelle beweging. Zien we hier. Dus die veranderingen waar je naar op zoek bent, waar je naar op zoek was. Die komen er nu eindelijk aan. Dus eventuele verhuizing, die liefde die beter wordt, hè, beter dan je eigenlijk had kunnen bedenken, dan je had kunnen voorstellen. Met jouw soulmate, die hebben we hier liggen. En hoe zekerder jij bent, hoeveel makkelijker het allemaal naar voren gaat. De goede kant op gaat. Dus als je zelf stabiel bent en rustig en zelfverzekerd, dan maak je de juiste beslissingen. Wat er ook gebeurt, hè, wat je ook op je pad krijgt, dan maak je de juiste beslissingen. Want dan ben je, ook al is om je heen alles onrustig, dan ben je zelf dat middelpunt van rust. En dan weet jij wat er moet gebeuren. Dan weet jij wat je moet doen. Je weet wat er nodig is om verder te komen. En alle groei is goed, hè? Het is ongemakkelijk, maar het is wel goed. Dus verandering is goed, groei is goed. En dat is allemaal wat je op je pad gaat krijgen. Dus hele mooie legging. Ja, als je eens voor jou persoonlijk wilt kijken wat er gaat gebeuren. Of heb je bepaalde vragen, dan kun je een persoonlijke reading aanvragen. De link vind je in de beschrijving van de video. Oké. Nou, dan laten we het hierbij. Heel veel succes met alles en tot de volgende keer. Dag.